De regering heeft vandaag twee overeenkomsten ondertekend om over 6 maanden e-paspoorten te introduceren op de Surinaamse markt. Suriname volgt hiermee in de voetsporen van meer dan 150 landen die een aanvang maken met e-paspoorten. Het hoofdcontract is getekend door minister Brunte Sommerhaertje van Binnenlandse Zaken en de Senior Government Program Manager van OESD International GmbH, George Calvaro. Minister Sommerhaertje is blij dat Suriname een biometrische paspoort zal krijgen. Calvaro geeft aan dat OESD vele en verschillende klanten ter wereld heeft, ook in het Caribisch gebied. Dat betekent dat we veilige paspoorten moeten hebben. Dat we ervoor moeten zorgen dat de mensen die van ons reizen makkelijk worden doorgelaten. Maar voor mij als persoon is dat belangrijk. Maar belangrijker is nog dat we in de aankomende jaren ervoor zorgen dat onze mensen kunnen reizen. Nu is het een moeilijke situatie, financieel moeilijke situatie, maar we willen ervoor zorgen dat op een gegeven moment we weer stabiel zijn samen met de bank. U heeft het gezien, de banken hebben hun hypotheekrente verlaagd van 30% naar 12%. We kunnen weer 10.000 SED opnemen. Ik heb zelf geen dollarrekening, maar vroeger kan je $50 opnemen. Nu kan je $100 of $2000 opnemen. Dus we gaan de goede kant op. So I think there would be a perfect wedding between OSD and the government of the Republic of Suriname, also with our partner Platacom. So I think really this project will be a success. We'll put all our commitment, which we are already putting with doing the design, and we are here to have a long-standing relation with Suriname. That's what we all do with our customers, with the government that we work. Actually, we already are a partner of Suriname supplying postage stamps for more than 15 years. So the message that I want to convey from our management and our board is that we are fully committed and we are sure that this project will be a success. Het tweede contract is ondertekend door het Flatacom Instituut do Beograd, de OESD International GmbH en de Finabank NV. Volgens Bosco Bosilovic, vertegenwoordiger van Flatacom Instituut do Beograd, is het bedrijf geen onbekende in Suriname. Iblijn Franchi, directeur Finabank NV, verzekert dat het publiek dat zij die moeten betalen voor een e-paspoort kunnen rekenen op een uitstekende dienstverlening. And we in Flatacom are very glad that you decided to continue with us and with a good match like with OSCD and Platacom as reliable partners, that now you will completely realign with the trends and the needs of the global market, that starting from EID and eDriver licenses that we introduced, now we will introduce e-passports, and all together we will provide to the citizens of Suriname the best service. And a faith that will meerdere van dit soort projecten bij de bank uitvoeren op dit moment. We wensen dus OECD, Platacom en de regering heel veel succes. Ze kunnen van ons de toezegging krijgen dat we in ieder geval het publiek dat moet betalen voor haar paspoorten goede service van de bank zullen hebben, een goede betaalmogelijkheden zullen hebben en die we verder gaan uitbreiden ook. Het document zal goed beveiligd zijn met veiligheidskenmerken dat zeker in alle uithoeken van de wereld aanvaardbaar zal zijn. 6 maanden na vandaag kunnen we al gebruik maken van de eerste e-paspoorten, benadrukt directeur Binnenlandse Zaken Nasir Eskak.